Hoor je mij nog, Erwin? Ja, ik hoor jou nog. Oké. Okay. Dus, ik had eventjes een raar geluid in mijn oor. Oké, dus voor wie al ingeschakeld heeft, welkom. Wij gaan nu beginnen. Welkom bij Topnames. Vandaag uit verschillende woonkamers, zolders, kelders. Normaal gesproken, zoals je weet, vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Maar ook wij moeten een beetje roeien met de riemen die we hebben. Ik vind het heel jammer dat we niet bij elkaar zitten. Maar een kleine voorbeeld. Het leuke van vandaag is weer dat we met nieuwe techniek kunnen spelen. Dat vergoedt natuurlijk niet dat biertje om diezelfde tafel. Maar goed, dat komt allemaal op een gegeven moment weer. Ik trek even mijn collega's van vanavond erbij. Stekel zit in Durgedam. Jouk Pleiter, waar zit jij? Ik zit in Eiburg, Amsterdam. Hey, zitten wij vlak bij elkaar, Jouk? Ja. Ja, jullie hadden wel bij elkaar kunnen gaan zitten. Nou ja, maar ja, absoluut. We doen met die drie het virtueel. Jouk, je bent van Backbase. Vandaag eventjes zitten kijken. We hebben, zonder dat we elkaar misschien ooit zijn tegengekomen, heel veel oude internetgeschiedenis. Maar we gaan natuurlijk praten over wat jullie nu doen. Backbase is een bedrijf wat verschillende fases heeft doorgemaakt. Als jij nu op een feestje uitlegt wat jullie doen, wat is dat dan? Ja, in het kort, ik zeg eigenlijk altijd dat wij de mobiele apps maken voor banken. Dus in feite mobiel bankieren. Die applicaties maken we zodanig dat verschillende banken, we hebben meer dan 120 klanten over de hele wereld, eigenlijk zeg maar al hun digitale klantinteracties, en met name mobiel, dat loopt via het Backbase platform. Ja, en wat doen jullie heel specifiek? Welke stukje daarvan doen jullie dan? Want de ING-app is natuurlijk gewoon van de ING, maar jullie leveren, neem ik aan, daar binnen technologie. Nou, het is iets breder. Je moet je eigenlijk zo voorstellen dat de hele grote banken zoals ING en Rabo met name hun applicatieontwikkeling helemaal zelf doen. Dus die bouwen die dingen volledig custom in huis. En hebben ook vaak grote ontwikkelteams. Het Backbase opereert in, denk ik, net het segment daaronder. De middelgrote banken die dat voor een heel groot gedeelte eigenlijk inkopen. Dus je moet je zo voorstellen dat de Backbase software is echt een digitale hub, een platform. Het doet de security, identity management, entitlements. Dus wat mogen de gebruikers binnen welke bandbreedtes doen? Het zorgt voor de betalingen, het zorgt voor de accountaggregatie. Dus het is in feite eigenlijk, zeg maar, wat misschien e-commerce doet met een e-commerce platform voor retailers. Dat is wat Backbase doet voor banken. Dus het orchestreert echt alle logica, alle security, alle data exchange met de onderliggende core banking systeem. Dus als je eigenlijk naar een bank kijkt, heb je heel veel legacy applicaties en Backbase zit daar bovenop. En die haalt uit al die legacy systemen, breng je dat bij één centrale orchestrator bij elkaar. En dat zorgt ook dat het uiteindelijk in de mobiele app en in de online banking applicatie naar de eindgebruiker komt. Ja, daar heeft iemand mij wel eens uitgelegd, ja, ook dat bij banken zodanig veel legacy software draait, gewoon oude troep, zeg maar, in de gewone mensen taal. Ja. Dat daardoor eigenlijk alleen maar partijen als jullie kunnen integreren en daar een vernieuwingsslag op kunnen maken. Omdat zij zoveel werk hebben aan het überhaupt in de lucht houden van al die systemen, dat het heel ingewikkeld is om het te vernieuwen. Klopt dat beeld? Ja, ik denk dat het beeld klopt. En ik denk dat het misschien nog wel erger is dan wat je zegt. Je ziet bijna dat die banken, als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar, je ziet eigenlijk dat ze wat zij noemen hun kanalen. Ze praten ook niet over klanten, maar ze praten over kanalen waarin ze dingen naar klanten kunnen toeduwen, zeg maar. Dus op een gegeven moment was er de pinautomaat. Ah, mooie nieuwe technologie. Nou, dat gaan we dan implementeren. Toen had je callcenter technologie. Toen kreeg je branch- of kantoorautomatisering. Je kreeg internetbankieren. Nou heb je mobiel bankieren. En eigenlijk elke keer wordt het wiel opnieuw uitgevonden. En kopen ze software bij verschillende leveranciers. En eigenlijk het grote probleem is dat nu al die kanalen eigenlijk allemaal losse silo's zijn. Met verschillende generaties techniek. Die eigenlijk totaal niet met elkaar kunnen samenwerken. Dus wat je nu ziet. En dat is denk ik ook dat is de hele transformatie die banken nu echt moeten maken. Dat als ze met die
verschillende losse silo's eigenlijk blijven doorgaan. Ja, dat ze uiteindelijk gewoon A, te duur zijn. En B, dat ze gewoon in vergelijking met een Uber of met een Facebook of met een andere digitale partij gewoon geen echte omnichannel customer interactie kunnen stroomlijnen. Dat is gewoon simpelweg onmogelijk. Dus je ziet dat de banken die nu wat progressiever zijn, die realiseren zich echt, we moeten uiteindelijk gewoon al die silo's en al die dingen gaan slopen. En we moeten stap voor stap eigenlijk het hele huis renoveren met een nieuw digitaal platform. Dat is denk ik eigenlijk in een notendop de grote trend die nu tussen 2015 en 2025, hè, dus deze 10 jaar waar we in zitten, waarin die transformatie die vindt nu plaats. Ja, in welk vacuüm hebben jullie als bedrijf je positie kunnen verwerven? Is dat met name op het gebrek aan wendbaarheid bij die banken of gebrek aan het kunnen doorpakken? Want jij zei, wij opereren met name op die mobiele markt. Nou, die is natuurlijk geëxplodeerd de afgelopen 3-4 jaar. In welk vacuüm zijn jullie succesvol geworden? Nou, ik denk dat de banken zeg maar, de afgelopen 5 jaar met name zeg maar, heel erg zich gaan realiseren dat hun aanvliegroute was eigenlijk heel erg van binnenuit. Dus eigenlijk heel erg productcentric en heel erg producten gewoon duwen naar de klant. En wij waren een van de eerste partijen die denk ik 1 jaar of 10, 8 geleden eigenlijk zei van hey, je moet het paradigma eigenlijk omdraaien. Je moet eigenlijk gewoon niet van binnenuit dingen naar buiten duwen, maar je moet eigenlijk gewoon aan de buitenkant gewoon beginnen met de klant. En wij als Backbase toen zeiden eigenlijk van nou, je hebt al die legacy applicaties, maar wij hebben hier een startpunt die in feite gewoon ervoor gaat zorgen dat je vanuit al die verschillende productgroepen en vanuit al die legacy systemen gewoon de dingen op een hele makkelijke manier bij elkaar brengt vanuit de eindgebruiker. Dus dat was eigenlijk ons, met goed Nederlands een paradigm shift. We zeiden van in plaats van inside out, draai het om en ga gewoon bij de klant beginnen, outside in. En daarmee zijn we eigenlijk begonnen en dat kreeg heel veel tractie. En met die aanpak zagen we eigenlijk ook in de implementaties dat het steeds logischer werd dat we niet alleen de presentatielaag deden en dingen bij elkaar moesten brengen, maar dat we uiteindelijk de complete digitale hub met alle security en alle orchestratie die daarbij hoort, met alle procesautomatisering, dat we die eigenlijk geleidelijk aan zijn gaan ontwikkelen tot een compleet platform wat het vandaag de dag is. Hey, we pakken voor wie nu meekijkt via ofwel Facebook ofwel Periscope, Twitter. We pakken vragen mee. Dus heb je een vraag of een opmerking, plaats hem in de reacties. Bijvoorbeeld een vraag van Johan Schaap. Johan zegt, gaan die middelgrote banken het überhaupt wel redden tussen de nieuwe fintechs en de echte grote jongens? En zegt hij er nog bij, en die grote jongens moeten ook nog allemaal gaan fuseren bijvoorbeeld in Europa. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, kijk, het is denk ik, het is heel erg moeilijk om te voorspellen hoe het precies gaat lopen. Maar ik denk dat het marktaandeel gewoon voor financiële dienstverlening natuurlijk heel erg gaat veranderen. Dus de fintechs gaan een stuk pakken, de big techs, de apples gaan een stuk pakken. En ook uiteindelijk zeg maar de banken die echt progressief zijn, kunnen ook daadwerkelijk gewoon een hele goede business bouwen. Maar het gaat er wel om dat ze dan daadwerkelijk ook zich realiseren dat je eigenlijk veel meer een soort Silicon Valley-achtige aanpak moet neerzetten, dus een engineering cultuur moet bouwen, dat in feite de kern van je operatie echt een digitale operatie is en dat je daar ook de skillsets en de leadership voor nodig hebt om dat ook daadwerkelijk te managen. Dat is wat wij, of wat ik zeg maar het meeste met die bank op dit moment ook eigenlijk over de hele wereld gewoon in boardrooms bespreken. Die mensen die weten verdomd goed dat dit moet gebeuren, alleen voor hen is nog wel een hele grote vraag, hoe moet ik dat dan precies gaan doen? Ik denk zeker uiteindelijk, Johan, dat die middelgrote partijen voor een heel groot gedeelte prima kunnen overleven. Mits ze die digitale slag maar maken. En wat je ook ziet is dat, bij Backbase hebben we nu ongeveer 1000 medewerkers. En meer dan 50% daarvan doet productontwikkeling. Dus dat zijn ruim 500 mensen die gewoon volop bezig zijn om een state-of-the-art digitale oplossing voor banking te maken. Nou, dat is vergelijkbaar met wat een Revolut of een N26 Ja. Dus in die zin is Backbase ook een hele aantrekkelijke oplossing, denk ik, juist voor een heel aantal banken om eigenlijk te zeggen, nou, dat kunnen we met een strategische partnership met Backbase, kunnen we dat tegen eigenlijk een heel aantrekkelijk kostenniveau, kunnen we dat naar binnen halen. En op die manier gaan we gewoon samen de komende 5 of tot de komende 10 jaar naar de markt. Dus je ziet ook dat de type klanten die we hebben en de relaties met die banken, dat die zijn gewoon heel erg strategisch. En ook de omzetwaarde per bank en per klant, die is behoorlijk stevig. Ja. Wie zijn jullie concurrenten op dit gebied?
Nou, je, denk ik, je hebt een aantal categorieën. Je moet denk ik nog steeds bij de hele grote banken concurreren we heel veel met zelfbouw, interessant genoeg. En daar lopen gewoon honderden ontwikkelaars rond en die willen dat toch echt heel graag zelf doen. Nou, dat zal altijd zo blijven, maar dat zal ook wel een stukje minder worden. Want ook uiteindelijk daar komt natuurlijk gewoon de vraag van ja, wat levert dat nou allemaal op, dat maatwerk? En in hoeverre, wat gebeurt er nou met al die oplossingen als die engineers over 3 jaar weer ergens anders werken? Dan ben je toch nog wel stiekem best wel veel legacy aan het opbouwen. Dat is één categorie concurrentie. De andere is, dat zijn eigenlijk de traditionele core banking spelers. Dat zijn namen die de gemiddelde Nederlander niet kent. Maar dat zijn een beetje de back-office spelers. Partijen als Temenos, Fiserv, FIS. Doen miljarden omzetten. Vaak met allemaal hele oude proprietary technology. Maar hebben een hele grote lock-in bij de banken. Nou, die hebben ook een digitale oplossing. En ja, die is op zijn best matig te noemen. Dus daar is het op zich voor ons heel prettig mee concurreren. Dat lukt. Ja, en geen gebrek aan zelfvertrouwen, zo te horen. Ja. Ik krijg ook wat feedback, zeg maar. Hey, maar als je kijkt naar, tenminste, als je hoort, want je noemde net die twee voorbeelden. En ik heb bij allebei heb ik een creditcard en een rekening. Ik doe er niet echt veel mee. Maar weet je, ze hebben wel een aansprekende, ze doen goede marketing, ze hebben een aansprekende uitstraling. En ik zou helemaal niet per se kunnen zeggen of Revolut of die N26 of het goed is, zeg maar. Maar dat kan jij me zo direct misschien eventjes uitleggen. Maar als ik jou hoor, en dan denk ik, hoi, dit zijn dus nieuwe partijen die zeg maar zonder die legacy zijn begonnen. Jij werkt voor oudere partijen met die legacy, maar die legacy oplossen is één ding. Cultuur, die andere jongens op een andere manier hebben, is een ander ding. He, dus je kan de techniek oplossen, maar verandert daarmee je bedrijf. Ja, ik denk dat is de perfecte samenvatting. Echt complimenten. En daar ook waar wij, daar zitten we echt mee. Van jongens, we kunnen je nog zo'n mooi technologieplatform geven. En het kan allemaal perfect white label. Kijk, aan die legacy kant helpen denk ik uiteindelijk die banken gewoon om heel veel van die legacy op te ruimen. En in feite zie je dat je, als je gewoon een 5 jaar programma daar neerzet en je gaat het stap voor stap doen. En je hebt vaak consumenten als klant, dus de retail banking kant. Je hebt ook de small business, je hebt corporate banking. Je hebt de klant onboarding, je hebt de product sales. Je hebt de self-service. Dus eigenlijk een hele matrix als je naar een bank kijkt van dingen die je allemaal moet opruimen. En bedrijfsprocessen die je kan gaan digitaliseren. Nou, in feite zijn we met eigenlijk al onze klanten gewoon op die matrix. Gewoon als een soort stratego-bord aan het uitbreiden van hoe zorgen we er nou voor dat we zoveel mogelijk van die oude troep opruimen. Dat we voor de klanten het zo seamless mogelijk maken. En in feite zorgen we er eigenlijk ook voor dat al die processen al vooraf uit de Backbase fabriek eigenlijk volledig prefab gestandardiseerd aangeleverd worden. Dus we kunnen eigenlijk ook zeggen, joh, je kan het ook gewoon zo adapteren en gewoon je bedrijfsmodel aanpassen. En dan ga je gewoon op die manier opereren of je kan dat tunen en uitbreiden. Dus jullie hebben echt een modulair pakket van dingen die je banken te bieden hebt. Waarbij je echt van bank tot bank kunt bekijken, oké, pak nou dit stuk. Hang dat daarin, dan kan dat weg. En zit daar dan ook, dat is dan mijn conclusie, heel veel custom werk aan bij elke nieuwe klant? Nou, je moet het inderdaad zo zien dat Backbase een heel modulair platform heeft. Dus alle capabilities zijn zeg maar een soort webservices met API's. Dus dat is volledig modulair opgezet. Daarbovenop zie je dat de UI-elementen echt met een heel, denk ik toch een geavanceerd design system helemaal modulair is opgezet. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben met al die bouwblokjes, of het nou de core capabilities zijn, of de integratiearchitectuur, ofwel de UI, dat is eigenlijk bijna gewoon technische Lego. Dat is de basis. Wat we gedaan hebben met die technische Lego, dat we voor heel veel common bedrijfsprocessen al een standaard applicatie gemaakt hebben, of eigenlijk een end-to-end journey volledig hebben klaarstaan. Dat betekent eigenlijk dat je gewoon, net als met een turnkey appartement, gewoon naar binnen kan, de keuken, alles zit erin, de badkamer, en je kan gewoon aan de slag. Dat noemen we het adopt-model. Dus dat is in feite op dat platform en al die bouwblokjes heb je gewoon een standaard ingerichte modelwoning. En daar hebben we er best een aantal van staan al. Daarnaast, en dat is denk ik het grote voorbeeld, stel dat je een andere badkamer wilt hebben of een andere capability set wil hebben, dan heb je nog steeds de complete vrijheid om dat ook daadwerkelijk te maken. Dus we hebben bepaalde klanten die hebben gewoon 80-90% out-of-the-box gebruik en is eigenlijk de implementatie heel snel. Soms 3 tot 4 maanden, wat ongelooflijk snel is binnen een bank. En andere trajecten duren veel langer. Dus om even nog helemaal terug te gaan naar de eerste vraag. Dat is zeg maar hoe je die legacy en hoe je dat allemaal opruimt en hoe je een bank echt digitaliseert. En dat is ook echt het technologieperspectief. Als je dan naar de andere kant gaat, wat je net noemde, de cultuurkant.
Ja, dat is echt waar je hele grote verschillen ziet. En dat is ook waar, denk ik, banken nog steeds het meeste mee struggelen. En waar wij ook in het businessmodel van Backbase nog wel eens rekening mee houden. Van, nou, gaan al onze klanten dit uiteindelijk wel overleven? En zijn ze uiteindelijk qua cultuur wel slagkrachtig genoeg? Hey, spelen jullie daar ook een rol in? Of zien jullie dat als een rol voor jullie om ook aan cultuurverandering te doen? Nou, eigenlijk met alle klanten heb je sowieso een hele intensieve relatie qua implementatie en hun verdere innovatieagenda. Dus op die manier sturen we zeker mee. Dan moet je denken aan echt dagelijks contact of aan quarterly business reviews, waar je strategisch met de raad van het bestuur van banken aan de slag bent om uiteindelijk gewoon hun reis te verbeteren. Je ziet ook dat we ze veel bij elkaar brengen. Maar het blijft toch voornamelijk op adviseren en inspireren. En we gaan niet daadwerkelijk op de grond. Dat zou echt een hele grote lift zijn. Daarnaast zetten we denk ik ook nog wel een andere vrij, ja, denk ik toch wel een brute maatregel in. Dus we hebben ook zeg maar een deel van de strategie dat we zeggen, nou ja, weet je, als die banken niet snel genoeg innoveren of als zij de cultuurinnovatie niet snel genoeg doen, dan doen wij het gewoon voor ze. Als in dat wij gewoon de complete turnkey operatie gewoon bijna als een BPO voor ze klaarzetten. Dus dat betekent dat je gewoon eigenlijk een complete end-to-end operatie, inclusief compliancy, inclusief eigenlijk alles wat je nodig hebt, dat je dat gewoon kan inhuren tegen een bepaalde kostenstructuur. Zodat die banken dan in feite gewoon puur de branding hebben, hun eigen purpose hebben en hun eigen financial engineering. Maar dat eigenlijk de rest, waar je eigenlijk gewoon een meer digitale, ja, zeg maar Silicon Valley-achtige can-do cultuur voor nodig hebt, dat je dat bij Backbase à la carte inhuurt. Het is eigenlijk compleet in de trend die je natuurlijk overal op internet ziet. Dat als ik morgen een webwinkel wil beginnen, dan gaat het erom welke spullen ik wil gaan verkopen, tegen welke prijs, met welke doelgroep. En die technologie die huur ik gewoon ergens in. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja, dat is, ik zou kunnen zeggen, Backbase is de Shopify van banking. Ja. Ja. Precies. Hey, je zei net dat je heel veel internationale klanten hebt. Hoeveel landen bedien je? Dat zou ik niet eens precies weten. Ik weet dat maar we veel, hè? Ja, heel veel. Ja, dat is, we doen op dit moment 126 banken hebben we als klant. En dat is, ik zou het niet eens precies weten, maar dat is in meer dan 50 landen waarschijnlijk. Oké, en 1000 medewerkers? Ja. Hoe ziet jouw bedrijf eruit? Zit dat allemaal in Nederland? Is dat decentraal? Geef eens een indicatie van, weet je wel, is er heel veel sales? Is het marketing? Is het allemaal customer care? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, leuke vraag. Nou, afgelopen week was het op kantoor vrij rustig. Ja, overal. Zelfs voor meerdere kantoren. Oh, ik dacht dat het alleen, ja. Nee, als je moet kijken, eigenlijk ten opzichte van de hele industrie heel zwaar overgedimensioneerd op productontwikkeling. Dus ik zou bijna de helft zeggen, zei je? De helft, ja. Dus dat is, doe maar eens, vergelijk dat maar eens met andere SaaS-bedrijven. Maar daarvoor zijn we een beetje raar. Dat doen we relatief veel. En dus ik denk dat we behoorlijk, laten we zo zeggen, positief zijn over onze toekomst. En het belangrijk vinden om eigenlijk behoorlijk veel vooruit te investeren. Daarnaast heb je ongeveer 250 mensen die eigenlijk niets anders doen fulltime dan implementaties. En die mensen qua implementaties, die zitten eigenlijk overal in de wereld. Die zitten in hubs in Noord-Amerika, in Londen, in Amsterdam, in Dubai, in Singapore. Omdat we eigenlijk gemerkt hebben dat de klanten vinden het heel belangrijk dat we relatief dicht bij ze zijn. Met name in die hele reis die je samen met elkaar doet. Dus we zien eigenlijk dat de echte implementatie-experts, dan moet je denken aan business-analysten, software-architecten, integratie-experts, DevOps, dat eigenlijk zo dicht mogelijk bij de klant in de lokale regio's neerzetten. Productontwikkeling, die 50%, dat is met name allemaal in Amsterdam en in Oost-Europa met specifieke partners. Dus ja, je moet bijna zeggen dat bijna 75% is dus eigenlijk een engineering, product, implementatie-achtige rol. En de andere 25%, de laatste 25%, dat is eigenlijk sales, marketing, finance, legal en alle andere aspecten. Betekent dat dat relatief gezien, zeg maar, de afgelopen 2 weken voor jou, dat er niet heel veel veranderd is? Die banken die zijn allemaal gewoon doorgegaan, die ontwikkeling is gewoon doorgegaan. Nou, ik denk dat wij op zich, ten opzichte van heel veel andere sectoren, natuurlijk van geluk mogen spreken, omdat het een relatief stabiele business is. Dus
Ongeveer 70% van onze omzet is op basis van softwareabonnementen. En dat zijn langlopende contracten voor vijf of langer aan jaren. Dus dat is gelukkig heel erg stabiel. Waar wij op dit moment en ook met name in de afgelopen 2 weken toch wel heel erg beducht op waren, is met name die 30% aan implementatieprojecten. En de mate waarin we dat gewoon goed kunnen laten doordraaien. En dat zijn ook, dat is toch best wel een contactintensieve business, waar vaak je hebt incepties, je hebt workshops, je hebt echt veel face-to-face contact. Normaal zijn onze reiskosten en reisactiviteiten zijn echt heel erg hoog, omdat je die klanten toch echt regelmatig gewoon allemaal moet bezoeken en met elkaar door workshops heen moet, gewoon designkeuzes moet maken. Daar wordt op dit moment natuurlijk, dat vind ik wel mooi, daar wordt heel erg inventief naar gekeken. Ik zie eigenlijk een paar hele bemoedigende dingen, althans ik was in het begin best wel bezorgd. Nog steeds. Maar ik begin ook steeds meer hoop te krijgen dat ik zie dat banken gewoon, en ook de klanten waar ik mee praat, echt zeggen, nee, we hebben gewoon gezegd, strategisch moet dit gewoon doorgaan. Dat is één. Dus niemand zet projecten stop. En iedereen heeft eigenlijk een hele open mindset van laten we gewoon onszelf herontdekken. Hoe we gewoon met digitale tooling dit gewoon kunnen laten draaien. Dus ik weet niet hoe lang, of dat heel lang zich doorzet en of er nog een kentering in komt. Maar wat ik ervan nu zie is dat, is dat bemoedigend. Iedereen pakt zijn eigen verantwoordelijkheid. Hey, in de, laat ik zeggen, de fintech wereld, zijn jullie misschien ook wel een buitenbeentje? Ik weet niet of het nog steeds zo is, want ik las een stuk uit van Sprout of van alweer een paar jaar geleden, 2-3 jaar geleden, waarin je uitgebreid vertelt over hoe jullie terecht zijn gekomen, hè, in de business die je nu doet en de pivots die je hebt gemaakt, maar ook dat jullie volledig zelf gefinancierd zijn, dat er geen cent extern geld in zit. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Dat is echt heel bijzonder, hè? Ja, dat hoor ik al vaak. Ja, ik denk het ook. We hebben natuurlijk ook best wel in onze hele historie op een aantal keren op het punt gestaan dat we toch dachten van, moeten we nu niet geld ophalen? Uiteindelijk wat ik zag is dat ik heb bij eigenlijk zeg maar Backbase is mijn derde bedrijf en hiervoor bij Trillion, de software, ook een softwarebedrijf voor content management software, ja. Daar toch wel echt wel meegemaakt wat het is om met investeerders te werken. Dat was vrij jong, vroeg in mijn leven, dat je ook dus aan de ene kant zag wat er goed aan was, maar aan de andere kant zag ik ook de andere kant daarvan, wat het gewoon betekent voor je bedrijfscultuur, voor je besluitvorming. De politieke dimensies die erbij... Vertel eens, wat bevalt je daar niet aan? Nou, dat laat ik het zo zeggen. Iemand heeft het wel eens heel grappig gezegd. Als je 1 of 2 investeerders hebt, is het net als een martini. Het is nog lekker, maar als je er 5 drinkt, krijg je toch echt wel hoofdpijn. Dat betekent dat je gewoon te veel complexiteit hebt met verschillende belangen. Ik was daardoor altijd wel vrij cautious van, als je geld ophaalt, dan moet het ook wel echt kloppen. En gelukkig, dat moet ik echt toegeven, wij hebben gelukkig altijd hele goede deals kunnen doen met onze klanten. Die echt zeiden van, wat jullie als Backbase voor ons gaan doen, is strategisch. Zodat we ook, zeg maar, gewoon in de normale organische groei eigenlijk vaak grote deals konden doen met veel cashflow. Die ons ook echt in staat stelden om het product en het bedrijf gewoon beter te maken. En natuurlijk moet je dan wel een grotere visie hebben en een wat grotere broek aantrekken dan je daadwerkelijk hebt op dat moment. Maar op die manier is het gelukt om elke keer weer een stap verder te maken. En we hebben altijd, als we de stretch ingingen, en we zijn best wel regelmatig, hebben we een stretch qua belofte gemaakt. Hebben die daarna ook altijd gewoon goed met heel hard werken kunnen waarmaken. Dus dat is goed gelukt. Hey, maar als je bij... leren van dit programma veel, maar andere mensen kijken hier ook met dat idee naar. Als je dit eventjes iets algemener maakt, hè, voor jou, in wat voor soort gevallen zeg jij, ga wel met een investeerder in zee, en in welke gevallen zeg je, weet je wel, als je het zelf kan volhouden, doe dat lekker. Ja, ik denk, het hangt natuurlijk heel erg ook weer van de business af en hoe kapitaalintensief je bent, wat je nodig hebt. Kijk, wat natuurlijk een ongelooflijke aantrekkelijke situatie die we vandaag de dag hebben, dat we met open source technologieën en met eventueel cloud infrastructuur, dat je al heel veel van je kapitaalbehoeftes die je bijvoorbeeld 10 of 15 jaar geleden had, dat die gewoon weg zijn. En ik denk dat iedereen dat zich volledig realiseert. Ik ben echt zelf wel toch een grote voorstander van om gewoon te bootstrappen en eigenlijk gewoon toch gewoon eerst gewoon je ideeën. Het heeft ook te maken met de hele startup principle. Maak gewoon kleine low-cost prototypes. Ga gewoon naar de markt.
Zorg dat je die eerste visionary buyers gewoon vindt. Zorg dat je daar funding mee creëert. Daarmee ga je ook op een veel goedkopere manier door je leercycle heen. Je kunt sneller pivoten, je kunt sneller gewoon uitzoeken waar de waarde zit. En op die manier denk ik, als je gewoon het iets meer tijd geeft, dat je veel beter gewoon je product market fit uiteindelijk kan vinden. In het begin, ja, want jullie hebben ook best daar wel de tijd voor genomen. Hè? Ik zat te lezen, dacht ik van ja, je zijn echt jaren op zoek geweest naar de ideale combinatie van, weet je, wie zijn nou eigenlijk onze klanten, welk product willen we nou eigenlijk maken en hoe gaan we dat dan in de markt zetten, voor wie dan precies en wat is het, toch? Ja joh, als je het eerste jaar ziet, denk je, wat een prutser. Dat is alleen maar aan het rondrennen met golende in de woestijn. Ja, echt letterlijk, hè? Dat is niet waar. Dat is niet helemaal waar. Nee hoor, elke fase hebben we een aantal pivots moeten doen, maar elke fase voel je daar goed over en ben je echt fully energized over wat je probeert te bereiken. Maar het is letterlijk lean startup. Je runt experiments om te valideren. Wij in onze eerste jaren van Backbase dachten we met een soort Ajax-technologie gewoon echt de halen maar olie te hebben. En technologisch klopte dat ook wel. Maar er is gewoon geen, als je dan gaat concurreren met andere open source frameworks, waarbij een Google of een Yahoo of een IBM gewoon die vergelijkbare technologie, inferieur maar vergelijkbaar, gewoon weggeeft gratis als bijproductje om wat open source goodwill te creëren. Ja, dan kun je nog zo leuk bezig zijn, want dan heb je gewoon geen product market fit. Ik zag nog een vraag van Johan binnenkomen. Die is alweer een beetje weggezakt in de tijdlijn. Die zegt, je was heel snel met content management systemen met Tridion. Daarna met Web 2.0 en nu met Fintech. Wat ga je straks doen? Ja, Johan die loopt altijd op de foute feiten uit. Hè? Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben geluk gehad met Fintech. Daar waren we denk ik iets eerder bij. Ook met Ajax waren we iets eerder bij dan. Hè, toen we op een gegeven moment wordt het Ajax genoemd en op een gegeven moment wordt het Fintech genoemd. Nou, dat is misschien ook een stukje geluk of gewoon dat je gewoon iets eerder vanuit een digitale bril naar de wereld kijkt. Op dit moment moet ik zeggen dat ik niet op dit moment een hele actieve outlook heb buiten Backbase om. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat het... ik heb heel bewust de keuze gemaakt. Je kan op een gegeven moment zeggen van nou, eigenlijk voor mij is de vraag als ondernemer van, kan je met je bedrijf meegroeien? Eerst moet je product market fit vinden, maar dan op een gegeven moment is het 50 mensen, dan is het 100 mensen, dan wordt het 200 mensen. En of het stort weer in, of het gaat door. En ik moet je zeggen, het lijkt voor mij de afgelopen 10 jaar heel erg op een computerspel, waar je eigenlijk elke keer opnieuw in een ander level komt. En in dat nieuwe level moet je weer opnieuw uitvinden... Ja, maar jij vindt daar wel elke dag nog je uitdaging in, begrijp ik. Nou ja, moet eens kijken hoe cool het is om gewoon, als ik 8 jaar geleden een plan had, ik zat er tussen kerst en oud een nieuw jaarplan te maken, fantastische, big, grote visie in een mooi PowerPoint documentje. Ja, dan heb je slagkracht van om 5% daarvan überhaupt uiteindelijk waar te maken. En de rest blijft gewoon in die PowerPoint staan. Het gaat toch wel een stuk harder als je gewoon op een gegeven moment gewoon 500 man in productontwikkeling hebt. En dan kun je echt een heel groot gedeelte van die roadmap gewoon uitvoeren. Dus dat is gewoon een andere schaal. En ik vind het interessant om om met die andere schaal ook te gaan werken. En als je kijkt nu naar de jarenlang naar bepaalde logo's en naar bepaalde grote bedrijven gekeken, dat je dacht van wauw, als ik ooit nog eens een keer die bank zou kunnen doen. En nu zitten we daar aan tafel en zijn we gewoon een strategische partner. En het is gewoon op dit moment dus eigenlijk daardoor eigenlijk heel interessant om die reis nog een heel tijdje door te zetten. Duizend mensen, dat weet je wel. Vroeger hadden we een grote Nederlands ondernemer die als visie had, elke keer als er 100 zijn, geloof ik, dan splits ik het bedrijf weer op. En dan, hij heeft gelijk. Ja, waarom? Weet je, hoe doe je dat? Weet je, hoe ziet zo'n bedrijf eruit? Ik weet niet, maar de naam die bij mij opkomt is nu Eckhard Winsen. Ik moet zeggen dat ik nog steeds erg door heb. Ik heb hem ooit één keer mee mogen maken in midden jaren 90. En ik moet zeggen dat ik erg geïnspireerd ben door zijn zo'n model. Dus wij werken, hij noemde het cellen, wij noemen het binnen Backbase tribes en value streams. Maar het hele principe dat we gewoon kleine autonome units maken met een combinatie van business en technology leadership. Dus eigenlijk duo's die 40, 50 man als business unit hebben. En of dat nou een implementatie hub is in Toronto of in Atlanta of in Dubai. Of het is een productgroep die zijn eigen sub-product-marktcombinatie doen. We werken eigenlijk met
Backblaze is in die zin eigenlijk gewoon een hele aardige ondernemende franchise, waar heel veel ondernemerschap wordt geëncouraged en mensen ook heel veel autonomie krijgen om hun eigen deel echt te runnen. Dus dat is ja, mijn zeg maar beperkte, ja, mijn vrije, laat ik het zo zeggen, vrije interpretatie eigenlijk van het model van Eckhart. Hey, hoeveel banken zijn er in de wereld die aangesloten kunnen worden? Nou ja, met andere woorden, weet je bent groot. Je bent een van de hele grote spelers. Misschien wel de grootste, de onafhankelijke. Is er een grens? Is groei belangrijk voor je? Of vind je het gewoon ook fantastisch om een heel mooi product te leveren voor een grote groep klanten? Dat laatste. Eigenlijk hebben we altijd gezegd, het aantal medewerkers of zelfs de omzet. Ik vind het toch eigenlijk gewoon meer een bijproduct. Het kan oprecht zijn. Bert de Boer vraagt nog, wat is de volgende stap? We zien het nu in beeld. Is het data dwars over al die klanten heen? Waar jullie heel intelligent van worden en precies weten wat er gebeurt. Misschien toch nog even terug naar de eerste vraag over de addressable market. En dan gaan we ook eigenlijk als je kijkt, er zijn denk ik in totaal ruim, er zijn wereldwijd meer dan 20.000 banken, maar die zijn een heel aantal daarvan zijn te klein. Dus laten we zeggen dat de echte addressable market waar Backblaze voor kan gaan, dat zijn er 2.000. Oké. Okay. We doen er op dit moment zeg maar 125. Dus we aardig wat gaan. Ja. 5% marktaandeel. En dan moet je eigenlijk kijken dat we binnen die banken nog steeds ook een heel aantal delen van de waardecreatie die we kunnen doen, nog helemaal niet doen. We doen alleen maar retail banking en we hebben nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld de business banking, de B2B kant te doen, of de corporate banking, of de private banking. We doen alleen maar customer facing, maar we kunnen ook nog de employee kant doen. Dus zelfs binnen die banken denk ik dat we elke klant die we hebben, zou je qua omzet in heel veel gevallen nog een keer kunnen verdubbelen of wel zelfs kunnen verdrievoudigen. Dus zelfs in de banken die we hebben, is er nog heel veel expansiemogelijkheden en daarnaast zou je qua marktaandeel echt nog wel verder moeten kunnen groeien van een 5% tot denk ik zeker 20%. Dus die aantallen zijn niet per se de doelstelling. Wat ik wel heel uitdagend vind is dat we gewoon ook weer, ja, misschien is dat een klein beetje nationalistisch, maar ik vind het toch wel heel cool omdat we gewoon vanuit Nederland zeggen, wij gaan gewoon een volgende category leader bouwen. Toen ik in de jaren 90 zeg maar deze wereld instap, keek ik altijd met heel veel bewondering en nog steeds moet ik zeggen naar Amerikaanse voorbeelden. Ik las altijd die IPO-prospectus en ik zat me af te vragen, hoe bouwen ze die businesses? Wat zit daarin? En ik denk dat het heel mooi is dat we gewoon steeds meer bedrijven in Nederland, maar ook in Europa zien, die dat ook gewoon minstens zo goed, if not better, daarmee bezig zijn. En dat heeft me eigenlijk altijd heel erg geïntrigeerd en ik vind het heel mooi om nu zelf ook aan die creatiekant te mogen meewerken. Ja, maar dat is wel heel mooi inderdaad dat je dat zegt, want dat vergeten we nog wel eens. Hè? Of we nou Booking of Adyen of jullie, zeg maar. Er zijn eigenlijk, en zo kan je er zeker nog een paar opnoemen. Het is nog niet zo lang geleden dat elke start-up, een kleiner bedrijf, dacht we moeten naar Amerika, want dat is de route om daarna de wereld weer te veroveren. Die fase zijn we kennelijk voorbij. Ja, je ziet het nog steeds wel gebeuren, maar bijvoorbeeld in Nederland ook onbekendere namen als Elastic is hier ontstaan. Ja. Mendix, ook best wel een aardige speler. Ik denk nog wel steeds dat je gewoon een global. We hebben als Backblaze ook gezegd, we gaan ons niet op de Nederlandse markt richten. Dus vanaf dag 1 Engelstalig, internationale outlook. Vanaf dag 1 in mijn hoofd en althans een meer Amerikaanse aanpak. Dat betekent zwaar op de visie inzetten, grotere broek aantrekken in het begin dan je echt hebt. En uiteindelijk gewoon dan naar die visie toe werken met de klanten die je het vertrouwen geven. Dus die groter denken en direct global denken en gewoon naar een prospect toe gaan en vanuit zelfvertrouwen pitchen. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En het is heel erg goed te zien dat gewoon steeds meer bedrijven dat ook echt lukt. En dan hoef je niet direct over 1000 man te praten, maar gewoon fundamenteel ook met 10 man of met 20 man of met 50 man... dat je gewoon met die attitude naar de markt moet gaan. Ja, en uiteindelijk denk ik wel dat je schaalgrootte moet halen. Ik denk dat je überhaupt, ik zou niet denken in Nederland, ik zou gewoon denken in global. En dan een aantal grote key markets kiezen. En vaak is Amerika gewoon een onderdeel dan van die mix. Fantastisch, heel ontzettend bedankt. We proberen het altijd binnen het half uur te houden. Weer niet gelukt. Maar het kwam omdat het zo interessant was. En dan moeten we ons toch inhouden. Ik wil jou ontzettend bedanken. Maar dat doe ik ook eventjes namens Bert de Boer. Die zegt, mooi verhaal. Jouw kant, dat was het absoluut. Heel erg bedankt.
Veel succes met je bedrijf en natuurlijk met je tribes. Spotify heeft ook tribes volgens mij. Dus de tribes die zitten wel meer in die grote decentrale clubs. Dus dat is een mooie. Ja, dat is ook weer een vorm van inspiratie. Klopt. Hey mannen, dank jullie wel en stay safe. Ja, heel erg bedankt. We bedanken jullie allemaal voor het kijken. En we zijn er iedere dinsdagavond, want dat gaat natuurlijk gewoon door. We bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream volgende week weer gewoon via ook Jetstream. We hebben nog meer Bier & Co. voor de biertjes. Nou, die hebben we ook allemaal zelf geregeld. Het is die sponsors blijven bedanken. Ook al hebben we iets minder aan ze te danken. Ja, bedankt Freedom Lab. Bedankt Freedom Lab nog even. Freedom Lab ook voor de gastvrijheid. Hey, bedankt voor het kijken.